We praten nog even na in de studio met de twee zusjes. Britt, Romee is ooit met jou meegekomen, maar volgens mij heb jij het ook wel ver geschopt. Ja, toen ik 6 was ben ik begonnen met handballen bij Westlandia. Toen ging ik gewoon mee met een paar vriendinnen van de basisschool. En ja, dan loopt dat zo een beetje door eigenlijk. En toen een paar jaar later ging Romee met mij mee naar de training. En toen is ze ook begonnen en toen is het eigenlijk allemaal... toch vrij snel gegaan, want toen vrij snel speelde ik bij Westlandia in Dames 1. Toen ik 15 was, maakte ik toen mijn debuut. En toen dat is kwam jong, ik, volgens mij, hè? Ja, dat is wel jong. En toen kwam ik dus in aanmerking voor de scoutingsdagen bij Jong Oranje. Nou, uiteindelijk geselecteerd, dus toen via Oranje onder 17 ben ik benaderd door VOC in Amsterdam. En toen ben ik daarheen gegaan, dus... Ja, zo is het allemaal wel vrij snel gegaan. En waar speel jij nu? Ik speel nu bij VOC nog steeds. Ja, dat is best wel bijzonder. Twee zusjes die het best wel ver al hebben geschopt. Hoe is dat om samen te trainen? We trainen nu sinds een jaar eigenlijk samen. Want altijd was ik ouder, dus ik zat hoger, zeg maar. En toen afgelopen jaar kwam Romee ook naar VOC. En trainen we allebei bij de damesselectie, dus ja... Sindsdien trainen we eigenlijk samen en toen Romee naar Papendal kwam in januari, toen hadden we geen training meer zonder elkaar eigenlijk. Er zitten ook nog andere Westlanders in jullie team. Hoe is dat? Is dat gezellig om samen te trainen? Ja, je hebt toch soms wel een Westlands onderrondje of ja, soms dan zeggen wij iets wat dus blijkbaar heel Westlands is. Als we het soms ergens over hebben, wat bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld de feestweek of zo, dat is ja, toch best wel iets typisch Westlands. Dus dan vraagt iedereen zich af wat dat is. En wij zeggen dus heel vaak ken in plaats van kan bijvoorbeeld. En iedereen moet daar heel hard om lachen, terwijl wij het zelf eigenlijk helemaal niet doorhebben. Dus gewoon van die kleine dingetjes, wat dan toch grappig is als je met meiden uit heel het land traint. Nou, je had het over de feestweek. Hoe ziet jullie sociale leven eruit? Kunnen jullie wel eens naar de feestweek? Nou, we hebben zelf ook wel vakantie. Nu zijn we dan terug van de toernooien. Dus dan hebben we wel even 2 weken vakantie. Dus dan is er ook wel af en toe ruimte voor een feestje. Maar verder door het jaar zelf hebben we niet heel veel sociaal leven. Ja, je hebt gewoon echt wel vriendinnen door heel het land. En altijd als je met elkaar daar bent op Papendal, dan is het ook altijd gezellig. En het voelt gewoon ook als vriendinnen. En ja, je ziet elkaar zo vaak, dus het voelt ook gewoon een beetje als thuis eigenlijk. Kijk, jullie zijn nog ontzettend jong en jullie hebben echt al wel al veel bereikt. Wat is jullie doel? Waar dromen jullie van? Olympische Spelen. Ja, voor mij ook. Ja? Ja. Haalbaar? Ja, dat is nu natuurlijk lastig te zeggen, maar je weet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen. Maar dat is uiteindelijk wel het doel. Dat is wel waarvoor we dit allemaal doen. En dan samen. Ja, dat zou wel leuk zijn. Nou, ik hoop jullie over een paar jaar hier weer aan de desk te zien met een gouden plak. Ja. Laten we dat afspreken. Ja.